Kyogin. En dit is zijn tegenstander, Dennis Hekking uit Den Helder van Sportschool Komen. Vijf ronden van 2 minuten is te voorzien in deze partij. Het zijn twee lichtmiddengewichten, maximaal 69 kilogram. In Den Haag, meestal worden de grote gala's gehouden in Amsterdam, maar ditmaal was Den Haag daarvoor uitgekozen. En een niet onaanzienlijk aantal mensen had de weg gevonden naar de Haagse Houtersthal om uiteraard het grote werk te aanschouwen van mannen zoals Rob Kaman en Rick van Vathorst, die tegen elkaar in de ring zouden gaan. En uiteraard Leo Snow en Glenn Brasdorp. Maar als opwarmertje kregen ze deze wedstrijden voorgeschoteld. Steven Bonaparte, de man met de opdruk op zijn broek. Van Maggio ging met tegenover hem. Dennis Hekking in die aanval. Hekking heeft wat moeilijkheden hier om de goed clinchende Bonaparte van zich af te houden. Maar Hekking, onvervaard, blijft ervoor. Wordt daar goed, neemt erover met low kick en zet daar weer Bonaparte tegen die touwen aan. Maar die dekking zit er goed dicht bij Bonaparte. Mooi rechts eroverheen, dan links naar de lever na. En je ziet wat Bonaparte daar goed doet. Hij zet die man vast, hij houdt hem bezig met zijn arm en dan wordt die aandacht bij die benen weggehaald en dan kun je mooi met een low kick eroverheen komen. Het is zaak dat Hekking op zijn benen blijft gaan. Zou wat meer met die links en directe kunnen werken, Dennis Hekking. Van zijn 13 partijen won Hekking er 7. Hij verloor er 3 en 3 keer onbeslist. Einde ronde 1. Hier hebben we Cor Bakker, een van de trainers van Dennis Hekking. En hier nog eenmaal dat goede clinchwerk van Bonaparte. Hij houdt die man goed laag. Daardoor wordt het problematisch voor Hekking om daar hoog te komen. Die druk op die nek uitoefenen en dan die knieën er tegenaan. Ronde 2. En ook dat telt natuurlijk, die werpen die Hekking daar fraai uitvoert bij Bonaparte. En op het gebied van de knieën is het duidelijk, dan heeft Bonaparte wat meer in huis. In ieder geval tot nog toe. Hij weet het, daar Hekking goed lastig mee te maken. Uitstekende low kick daar door Hekking. Een van de rijk getalenteerde leerlingen van de sportschool komen uit Den Helder. En uiteraard de club waar Bonaparte vooruit komt, met Gio Grim, een van de bekendste clubs in Nederland. Dat behoeft verder geen nadere uitleg. Dicht die verdediging daarbij Bonaparte verschuilt zichzelf goed achter die handschoenen en die onderarmen die verdedigen dat lichaam ook goed. Rechts voor staan nu Hekking. Mist een beetje overtuiging in zijn technieken. Aarzelt af en toe iets te langer. Dat geeft dan Bonaparte weer de gelegenheid om hetzij te blokkeren, hetzij die aanval over te nemen. Vrij laag met zijn hoofd naar beneden, Hekking, en dat geeft Bonaparte de kans om die man naar beneden te duwen.
en ronde 2. Nogmaals deze partij in de B-klasse. En hier de tweede trainer van Dennis Hekking, Ruud Talens. De derde ronde. Hekking komt wel redelijk door, maar het mist een beetje de overtuiging, het mist een beetje de kracht om Bonaparte af te stoppen. Dat is jammer. Want scoringskansen genoeg. Maar het heeft wat meer power nodig. Bonaparte geroutineerd genoeg. Ook hij 13 partijen, 10 maal won hij. 2 maal verloren en 1 maal onbeslist. Het tempo gaat een beetje omhoog daar bij Bonaparte. Weer meteen overnemen met die knieën. En weer gaat daar Hekking te laag naar beneden. Komt dan nooit meer uit die klinsituatie. Ja, hij wordt nu aangeteld. Niet dat hij ergens aangeslagen, maar het verweer blijft in de ogen van de scheidsrechter achter de wegen. En dat is een van de criteria waarop hij dan waarschijnlijk zou mogen tellen. Al vind ik het rijkelijk vroeg vind in dit geval. Maar één ding is zeker. Het is een te veel afwachtende houding van Hekking. Die er zorg voor draagt dat Bonaparte eigenlijk het spel kan dicteren. En dat ook heel goed doet. En die clinch, daar ziet u het. Bonaparte die deelt de lakens daaruit. Werkt met de knieën, terwijl Hekking slechts daar staat en zijn man vasthoudt. Maar er verder weinig tegenover zet. En het spel in het clinch is natuurlijk vooral het spel met de knieën. En nu een offensief van Hekking. Waarschijnlijk een adempauze voor Bonaparte die nu echt geroepen wordt uit zijn hoek. Door zijn trainer André Mannaert om toch erbij te blijven. En weer het initiatief overneemt. Goede derde ronde. En hier de man die tot nog toe nog aan het kortere einde heeft getrokken. Dennis Hekking. Maakt hij die afstand, Bonaparte, en dan duwt hij zijn partner uit, zijn tegenstander achteruit. Waardoor hij logisch niet meer kunt blokkeren. En weer blijft daar Hekking voorover staan. En dat geeft Bonaparte dan rustig de kans om die knieën erin te gooien. Achterwaarts, geen effect verder. Bonaparte is duidelijk, laat hem maar komen. Daar weten ze dus ook dat Bonaparte inmiddels een redelijke voorsprong op punten heeft opgebouwd. En Hekking zal inderdaad het tempo een beetje omhoog moeten gooien, met name op het gebied van effect van zijn stoot en trappen. Hekking raakt wel, maar het lijkt de man in Amsterdam, deze man, Steven Bonaparte, eigenlijk niet te deren. Laat die Bonaparte toch die man weer komen. Lijkt vermoeid nu en dat rug toe draaien moet hij mee uitkijken, Bonaparte. Hekking maakt daar uitstekend gebruik van. Zo'n adempauze heb je natuurlijk wel nodig in zo'n wedstrijd, tijdens zo'n wedstrijd. Maar je moet er uiteraard zorg voor dragen dat je daar door zelf niet in de problemen komt.
dit zijn van die situaties die op niks uitlopen, want zowel Hacking als Bonaparte hebben hun arm op de verkeerde plaats zitten, waardoor ze eigenlijk geen effect kunnen halen uit die clinch situatie. Nu wel, en dan gaat die arm van Bonaparte weer over die schouders heen en dan is dat moment ook weer weg. Wat een rommelige vierde ronde. In vergelijking met de voorgaande drie toch wat minder van beide zijden. Vijfde laatste ronde. Normaal is een partij in de B-klasse. Vijf ronden van 2 minuten. Met name voor Hacking is het nu belangrijk om het tempo op te gaan schroeven. Als je zeker in de eerste 2-3 ronden heeft Bonaparte het tempo kunnen dicteren. En ook de wat effectievere stoten en trappen gemaakt. Komt dat goed door. Hacking uitstekend werkt daar. Rechts en volgende meteen met die low kick. Hacking die inmiddels weer links is gaan voorstaan. Waarschijnlijk ook een wat meer comfortabele positie voor hem. Je ziet het wel vaker gebeuren dat vechters in één keer rechts voor gaan staan. En als vrouwen die altijd hun meest normale houding is, kan het soms goed zijn. De slagenwisselingen van beide kanten. Maar de kracht ontbreekt een beetje. Heren lijken vermoeid. Bloed uit de neus van Hacking. Bonaparte wat meer moeten doen, met name die laatste fase, die combinaties van stoten naar de lever, gevolgd door die rechtse low kick. En de kracht ontbreekt nu bij Hacking om dat offensief door te zetten. Ook Bonaparte is moe, maar die speelt een spelletje iets slimmer. Draait weer zijn rug naartoe en loopt daardoor op een goede logiek van Hacking, maar waarschijnlijk zal het niet meer baten. Twee B-klassers die toch voor deze verzamelde menigte hier hun best hebben gegeven. En daar gaat de adem van de winnaar in de lucht, Steve Bonaparte van met Joachim Holland. En wij gaan er heel even uit voor een korte onderbreking en zijn zo bij u terug voor meer.